90% van alle goederen en producten worden over zee vervoerd. Voor rederijen en zeevarenden een dagelijkse routine. Maar voor vele anderen blijft de maritieme wereld onzichtbaar. Daarom nemen de medewerkers van Wagenborg en Niestern Sander je mee in de wereld van scheepsbouw en scheepvaart. Welkom bij ons maandelijkse Easy Max Journaal. Ik ben Frans Bos, kapitein bij Wagenborg en sinds 1989. Toen ik de eerste keer de Easy Max zag op tekening, vond ik het echt een blitzschip. Echt futuristisch. Dat was heel wat anders dan we gewend waren. Onze rol als werf is de wens van de klant te vertalen naar een ontwerp. En daarbij schakelen we hulp in van de ontwerpbureaus. Ik werk bij Koningship als scheepsontwerper, naval architect. En zodoende bij de Easy Max betrokken vanaf het eerste begin. Ja, de combinatie aan eisen. Destijds best wel uniek groot ruim voor de afmeting van het schip. Stabiliteit is dan heel erg lastig te voorspellen. En daar hebben we veel tijd in gestoken. Wat we dan doen tijdens het ontwerpproces is dat we een 3D-model maken. En met dat model kunnen we allemaal berekeningen simuleren. Ik ben in 2017 op de Easy Max gekomen. Door die vorm, hij glijdt eigenlijk heel mooi door het water. Wat wij zo vervoeren, heel veel houtproducten. Dat kan van letterlijk houtpakketten zijn. Maar meestal vervoeren we woodpulp, bulkladingen, zoals koperconcentraat, zinkconcentraat. Maar ook zout voor de wegen, wegenzout, maar ook viszout voor de vissers in Noorwegen. Elk volgende schip nemen we uiteraard ervaringen vanuit de vorige schepen mee. Niet alles gaat vanaf de eerste keer goed. Er zijn ook gesprekken met de rederij uiteraard. Naast de eerste Easy Max houden we dan een lijst bij van wat er allemaal verbeterd zou kunnen worden. Het begint al heel simpel met LED-verlichting overal, wat natuurlijk in deze tijd economischer is. We hebben een gantry-kraan, dat is de luikenkraan. Daar komt een aanpassing voor, dat is wel eigenlijk wel een hele positieve verbetering. Ook een aantal componenten vervallen of komen juist bij, wat ook verschuiving geeft, zowel in zwarte punten als gewicht van het schip. Dat heeft ook wel connectie weer met stabiliteit en condities van een schip die wij samen met Koningship moeten dan controleren. Bij de Easy Max 3 zijn we specifiek gevraagd voor de ijsberekeningen, de beladingscondities, aangezien het gewicht veranderd was. Ik ben projectcoördinator bij Niestern Sander Scheepsbouw en dat betekent tot dit moment bij de start van de bouw vooral druk met de inkoop van de systemen en de componenten. Door de oorlog in Oekraïne, door COVID, door transportproblemen vanuit China, staalprijzen, energie, liepen we toch wel tegen hele hoge prijzen aan, die eigenlijk over ons budget heen gingen. Ik denk dat we tevreden kunnen zijn met de contracten die we hebben afgesproken, ook om door samen met de leverancier te kijken naar hoe kunnen dingen slimmer, beter, om tot weer een meer reëlere prijs te komen. In mijn functie, in mijn werk, heb ik contact met heel veel mensen, heel veel partijen. En dat is juist samen tot de oplossing komen, dat is de uitdaging en dan tevens ook wel de plezier erin. Op een gegeven moment lopen er wel 100 man aan boord van zo'n schip en het moet allemaal samenwerken. En de planningen moeten op elkaar aansluiten, de leveringen moeten op elkaar aansluiten. Dus die management daarvan is soms een uitdaging. Ja, als zo'n schip dan klaar is en je loopt er overheen en je denkt, hier heb ik een bijdrage aan geleverd. En je ziet al die techniek en alles bij elkaar komen, dat maakt me ontzettend trots.